Het Centrum voor Vroegdiagnostiek is een nieuw initiatief van het Antonie van Leeuwenhoek, waarbij we in een vroeg stadium kanker proberen op te sporen. Voordelen van het centrum is dat we hier ook echt patiëntenstromen scheiden. Dus de cliënten, burgers die hier komen, hebben geen actieve vorm van kanker en komen ook niet in aanraking met patiënten die dat wel hebben. En we gebruiken hier de nieuwste onderzoeksmethoden en technieken om ook daadwerkelijk in een vroegtijdig stadium kanker op te sporen. Het Centrum voor Vroegdiagnostiek biedt nu 3 routes aan: prostaatkanker, darmkanker en huidkanker. En in september hopen we te starten met de screening naar longkanker. Sinds begin januari zijn we hier voor de maagdarm- en leverziekte begonnen met het uitvoeren van dikke darmonderzoeken. Om het darmonderzoek hier in het Centrum voor Vroegdiagnostiek uit te voeren heeft veel voordelen. Het eerste is dat het hele onderzoek eigenlijk uit de ziekenhuisomgeving wordt gehaald. En hier in het Centrum voor Vroegdiagnostiek is alles kleiner, overzichtelijker en hebben we een hele strakke logistiek, waardoor het voor patiënten heel rustig is om hier het onderzoek te ondergaan. Bij een dikke darmonderzoek kan je ook polypen vinden die we eigenlijk in alle vormen en maten, als ze nog goedaardig zijn, kunnen verwijderen. Zonder polypen ontwikkel je geen darmkanker. Hierdoor leent dikke darmonderzoek zich extra goed om vroegtijdig kanker of voorstadium van kanker te ontdekken. Ik ben ontzettend blij dat we in zo'n korte tijd het Centrum van Vroegdiagnostiek hebben opgezet en dat het nu al zo voorspoedig loopt. Ons doel is door middel van nog meer data te verzamelen, juist die risicogroep te identificeren die het meeste voordeel hebben van vroegdiagnostiek van de prostaat. Op deze manier proberen we prostaatkanker op een tijdige manier te herkennen. En juist die mannen die het meeste voordeel hebben van vroegdiagnostiek van prostaatkanker. Er is veel onderzoek nodig en als je goed onderzoek wil doen, dan moet je in die zin ook veel patiënten zien. Het klopt inderdaad dus dat je in één dag alle onderzoeken achter elkaar kan zetten. Op het moment dus dat je dit soort zorg centreert en bundelt, krijg je ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te gaan ontwikkelen, innovatieve dingen te gaan ontwikkelen. Allereerst alleen maar vroegdiagnostiek doen in goed geïnformeerde mensen. Dus dat kan een van de voordelen zijn. Dus dat we daar daadwerkelijk een verbeterslag in proberen te maken. Daarnaast moet je je voorstellen dat als je als radioloog heel aantal MRI-prostaten beoordeelt, heel veel van die onderzoeken doet, dan word je daar beter en beter in. Dan wordt er inderdaad in dezelfde dag worden die prostaatbiopten uitgevoerd. Daarmee hopen we inderdaad hoogstaande, hoogwaardige diagnostiek te doen in goed geïnformeerde mannen op één dag. De route binnen het Centrum voor Vroegdiagnostiek voor de huid die heeft betrekking op het melanoom. Want we weten dat een melanoom is een van de ernstigste vormen van huidkanker. Maar als je het vroeg ontdekt, genezen gelukkig bijna alle patiënten. En er is een groep mensen die hebben een sterk verhoogd risico op melanoom. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die hebben heel veel moedervlekken of hele bijzondere moedervlekken. Of hebben een erfelijk verhoogde kans om een melanoom te krijgen. Die patiënten zien we hier. En die patiënten die vervolgen we jaarlijks of halfjaarlijks door als dermatoloog naar de huid te kijken. Als je melanomen vroeg kan weghalen, dan hoop je minder grote operaties nodig te hebben. Maar uiteindelijk ook minder lymfeklieruitzaaiingen, immunotherapie en uiteindelijk natuurlijk de hoop dat minder mensen doodgaan. De patiënt die wordt door de assistenten binnengeroepen, kleedt zich om, krijgt een string aan, want we willen de hele huid zien, inclusief de billen. In de Vectra-kamer worden de foto's gemaakt, dan worden ze binnengeroepen bij de arts. Die kijkt nog eens een keer de hele huid na, vergelijkt de huid met de foto's van de vorige keer. Op die foto's die we nu maken, hopen we uiteindelijk met kunstmatige intelligentie dat de computer ons kan helpen om de plekken te selecteren die het meest verdacht zijn voor een melanoom. Dat die computer kan zeggen, maar die ene moedervlek, die is veranderd ten opzichte van de vorige keer. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat kunstmatige intelligentie ooit dan ook beter wordt dan de dermatoloog. Maar laten we eerst zorgen dat hij bijna net zo goed wordt als wij. In het AVL, Centrum voor Vroegdiagnostiek, zullen we beginnen binnen een Europees studieverband met een bevolkingsonderzoek longkanker. In Nederland, maar ook wereldwijd, is longkanker nog steeds een van de meest voorkomende vormen van kanker. Helaas is het ook een ziektebeeld wat we vaak in een verder gevorderd stadium voor het eerst ontdekken. In de afgelopen jaren zijn er meerdere studies geweest die hebben laten zien dat personen met een verhoogd risico op longkanker baat kunnen hebben bij een screenend CT-onderzoek. We kunnen hiermee in staat zijn om de afwijkingen in een vroeger stadium te ontdekken als ze nog kleiner zijn en nog niet zo ver ontwikkeld zijn. En we weten ook uit studies
dat het risico om te overlijden als gevolg van longkanker, dat die lager is op het moment dat we de afwijkingen eerder vinden. Met het starten van het bevolkingsonderzoek, nu nog in studieverband, willen we met het AVL een stap vooruit zetten in de vroege diagnostiek naar longkanker.